Vandaag bouwen we een nieuwe netherportal, maar gaat onze bouwspecialist Bob het afmaken. En geloof me, deze build is mega vet. Kijk dus zeker de video af om te zien hoe het eruit gaat zien. Ik sta hier op de prachtige toren van Bob. En dat is niet zonder reden, want wij gaan vandaag aan Bob vragen of hij een prachtige netherportal voor ons kan bouwen. Niet zo'n saaie vierkant. Wat saai. Hey. Is het niet saai? Wat doe je daar beneden? Wat doe jij daarboven? Waarom ben je beneden? Waarom ben je boven? Ik dacht, dat is een cool uitzicht om te laten zien wat Bob al eerder voor ons heeft gebouwd. Of ja, nee, niet voor ons. Wel. Dat is eigenlijk zijn huis. Dat is gewoon zijn eigen huis. Wat heeft Bob een mooie kasteel gebouwd? Oeh. Nee, wij gaan ook een mooie pimp krijgen. En ja, we hadden vorige keer heel veel reacties gekregen. Dat het misschien wel slim was om naar de Nether te gaan om daar wat netherite te fixen. Ja, want wij zijn op het moment niet echt sterk. En wij hadden natuurlijk die hele soort van rare geest. Mm-hmm. Maar wie weet wat er nog meer allemaal rondspookt op dit eiland. Dus ik denk dat we ons wel goed moeten voorbereiden. Zeker, want als je nieuw bent in deze survival... Hallo, ik ben Wouter, dat hallo. Is Mercia. En wij maken elke maandag, woensdag en vrijdag een nieuwe survival aflevering. En er gebeuren af en toe wel rare dingen. Zo hadden we een tijdje geleden een geest die we alleen met de camera konden zien. Moet je maar even kijken hoe dat eruit zag. Hij staat tussen ons. Ik zie het hier op de camera. Hij zit ons aan te kijken. Ik zie niemand. Wacht even, hij loopt weg. Hij loopt weg. Wacht even, hij is hier achter. Ja, je weet dus nooit wat je in deze survival kan verwachten. En Maisha liet ondertussen even een mining machine zien die we ook hebben. Oh nee, het pad! Lieve, je pad! Ik dacht dat hij eroverheen ging. Hier hebben we zo hard aan gewerkt. Oh, hij gaat schuilen. Hij gaat ook maar door. Stop. Oh, net tijd. Nou, ga jij even dit pad repareren, want dit kan niet, hè, voor de Hall of Fame. Dit zijn onze kijkers, die moeten wel een mooi plekje hebben. Oh jee, hoe gaat dit ooit weer? Ja, nee, Liefie, dit heb je echt mooi gerepareerd. Ja, oké. Dan betekent dat ik deze ook weg moet halen. Nee, joh, nee, wat doe je nou weer? Geen gas. Dit gaat helemaal fout. Ik vind het top. Oh, daar gaat de helft van de berg. Nou, leuk. Okay. Leuk. Leuk. Ik pak hier wat glas. Hupsakee. En die ga ik daarin zetten. Fixed. Heb je het alweer gefixt? Als er straks gras op zit, dan kan ik het weer netjes een pad maken. Oké, gelukkig maar. Ik was wel een beetje bang. Maar we gaan dus een portal maken. Ja, kijk, wij doen het opzetje. En dan vragen we aan Bob om het mooi te maken. Want we weten allebei dat wij niet de beste bouwers van Minecraft zijn. Nou, ik eigenlijk wel. Voel je je niet aangesproken? Nee. Oké. Nee. Nou, dan mag jij dit huis afbouwen. Ik ben een slechte bouwer die er is. Nee, we zijn niet de slechtste. We zijn ook niet de beste. Komt in de buurt. Maar we hebben Bob. Dus waarom zou je dan zelf moeilijk doen? Toch? Ja, hij houdt er natuurlijk ook van om te bouwen. Dus ja. Kan ik je een beetje helpen met iets? Ik ben alleen maar aan het rondspringen en dingen aan het slopen met mijn mooie mining machine. Wat mij betreft zouden we dus hier wat hekjes aan de achterkant kunnen doen. Waar we die koeien gaan farmen. Ja. En dan kunnen we hier... Kijk, ik heb hier een mooie uitbouw gemaakt. Ik dacht, dat is misschien wel mooi. Kunnen we hier de enchanting table neerzetten? Cool. Gaan we dat doen? Dan maak ik even wat hakjes. Hakjes. Doe jij wat hakjes hier en daar? Ik doe wat hakjes. Een klein hakje hier, klein hakje daar. Precies. Hakken maar. Daar hebben we heel veel hekjes voor nodig. Dat geloof ik zo. Dus dan wordt dit een soort van potion enchanting kamer, maar ook een farm huisplek. Of maken we die ergens anders? We kunnen in principe hierachter ook wel iets doen, denk ik. Ja, zeker. Ik bedoel, we kunnen gewoon uitbreiden. En we kunnen een leuk paadje hier tussendoor trekken. Oeh, dankjewel machine. Ja, dat is wel een smal pad. Ja, dus je kan het ook ernaast maken. Dat je hier zegt dat we iets maken. Moet ook even kijken waar we straks die nether portal doen. Want als het goed is, hebben we nog wel de obsidian. Ja, ik heb de obsidian. Ja, waar zou je die willen maken? Ja, aan de overkant. Twee poorten naast elkaar. Nee, dat is ook niet leuk, hè? Nou ja, we kunnen op zich wel. Ja? Hier, dat is ook een beetje in de buurt van Bob. Hoeft hij ook niet al te ver of zo. Dan maak ik hier een plekje voor de diertjes. Ja, dat is helemaal goed. Top. Ik ga eerst dit even allemaal dichtmaken. Dat lijkt me het belangrijkste. En dan ga ik het daarna wel
naar kijken om het mooi te maken. Ik ga mijn Mourning Machines inzetten. Die blijven zo handig. Echt, hè? Volgens mij gaat Bob ook nog wel hele mooie machines aan ons geven dit seizoen. Oh, ik hoop het. Als hij dit soort dingen nog meer kan bouwen, dat zou echt heel gaaf zijn. Ja, maar wat zou je dan zoeken? Wat heb je nodig? Dat is wel een goede vraag. Ja. Wat zou jij graag willen? Ik ben mijn mining machine kwijt. Huh? Kwijt? Huh? Hij is niet gespand. Heb je hem niet... Er liggen hier wel dingen. Heb je hem niet toevallig weer opgepakt? Nee, ik heb er maar 2. Oh, misschien gaan ze dan gewoon na een tijd kapot of zo. Oh. Dan kan je misschien beter gewoon even hakken. Ja, dan moet ik eigenlijk even aan Bob vragen of ze kapot gaan. Oh nee. Nou ja, dat lijkt me dan sowieso het geval, toch? Ja, daar lijkt het wel op. Oh, dat is jammer. Ja, dat is niet handig. Maar wel goed om te weten. Precies. Ik heb ondertussen het huis dichtgemaakt. Ik ga nog wel een keer besteden aan dat dak. Dat is niet iets wat ik dat komt nu ga wel. Doen. Ja, ik zit eraan te denken om dit dak namelijk hoger te maken aan de rechterkant. En dan het aan de linkerkant een beetje zo zijdelings naar beneden te laten gaan. Dat het echt een aanbouw is. Precies. Maar het is nu in ieder geval dicht, dus dat is al top. Ik moet alleen even een torch er binnen zetten, dat het niet... Dat geen monsters gaan spawnen. Ja, die kan ik ook wel gebruiken. Torches? Ga ik die voor jou fixen? Of van die mooie lantaarntjes. Die zijn ook altijd leuk. Die zijn wel chic. Oh, ik heb hier trouwens nog obsidian. Ik heb het idee dat wij geen kool meer hebben. Is dit... Oh, dit is een blok klopt. Of kool? Ik heb ook geen kool. Dat is niet zo kool. Niet kool. Niet kool, jongens. Zo. Nou, ik heb hier in ieder geval 36 torches. Dus dat is iets. Oh... Als jij een beetje hier het gewoon eromheen verlicht, dan ben ik helemaal blij. Nou, dan ga ik dat doen. Hebben we eigenlijk konijntjes gezien op dit eiland? Ik kan me herinneren dat ik wel konijntjes heb gezien, ja. Ik weet niet precies waar. Zullen we weer eens een keertje konijntjes nemen? Dat is wel een leuk idee. Oh, hier stort. Dit is leuk. Zo'n lantern. Even kijken. Zal ik die gewoon op de hoeken hier doen? Ja. Of willen we die er overheen hangen? Heb jij wat fences voor mij? Ja, natuurlijk. Kan je daar iets fancy's mee maken? Die was goed. Die was goed. Jongens, laten we even een duimpje omhoog doen. Voor een beetje een grappie. Knal hem even omhoog. Kijk, wat ik in gedachten had. Dat was om hier zo lantaarntjes boven te hangen. Okay, moet je even zeggen wat je ervan vindt? Want anders kan ik dat wat... Goed. Vind je dat leuk? Dat is heel leuk. Het ziet er ook meteen uit als echt zo'n cowboy farm. Ja, toch? Auw. Zo'n cowboy... Hey, hou eens op. Oh, hij rent ook echt. Pak hem. Ik heb hem. Dat is heel leuk. Nou, cool. Dan kan ik nog wat fences gebruiken. En dan doe ik er denk ik hier nog één. En dan aan de andere kant gespiegeld. Dus dit is 1, 2, 3. Dus 1, 2, 3, deze. Hoe kunnen we leuk... mini afdakje maken dat ze in ieder geval een schuilplek hebben. Gewoon alleen een schuine afdak. Ik denk gewoon met hout, toch? Ja, ik denk wel dat dat het mooiste is. Ik weet wel iets, denk ik, met sterren of zo. Gewoon lekker improviseren. Als het niet mooi is, haal het wel weg. Ik vind het ook wel leuk dat we nu weer eens een keertje echt zo'n survival afleveringetje doen. Want we hebben natuurlijk flink wat knotsgekke afleveringen met geesten, met allemaal andere dingen. En die komen er ook zeker nog aan. Maar dit is wel even een lekker survival afleveringetje. Survival, toch? Het is zeker een survival, dus dit klopt helemaal goed. En er is daar ook zeker een creeper. En daar zijn we heel erg blij mee. Nee. Ah! Heb je hem? Bijna! Oké. Ja, nice. Kijk, dan maken we hier gewoon een soort van mini overkapping. Hoe kunnen we dat mooi doen? Oh, ik weet iets. Heb je een goed plan? 1, 2, 3. Ik hoop het. Vaak is het dan niet. Nou, nah, dat is niet waar. Het is onze stal, dus wij moeten gewoon lekker doen wat we willen, toch? Oké. Zo is het. Iedereen mag lekker zijn eigen project maken.
Hoe laat je het schuin aflopen? Kan je met stairs doen? Ja. Nou, dit begint zowaar leuk te worden. Ik vind het wel leuk dat we ook ons dorp nu een beetje weer aankleden. Ja, toch? Anders zit je zo in een lege plek. Ah, je wilt hier een soort van binnenvertrek maken. Precies. Oh, dat is leuk. Dat het gewoon in elkaar overgaat. Dat ze een buitenhok hebben en een... En een binnenhok. Ja. Yeah. Het enige wat hier een probleem is... zijn dat het gras tegen de fences aanstaat. Dat betekent dat monsters erin kunnen lopen. Dus dat ga ik heel eventjes oplossen. Oh ja, dat is waar. Die kunnen dan gewoon... naar binnen wandelen. Ja. Dat is niet handig. Hoe maak ik dit nu goed? Ik weet niet precies wat je wil maken. Nou, ik wil eigenlijk gewoon nu een soort van verloopje. Ja. Naar beneden. Het hoeft helemaal niet echt een huisje te worden, maar gewoon... Oh, als een soort van tent. Ja. Ah, nou dat doe je op deze manier goed. En dan kan je aan de binnenkant... Ja, kan je misschien dan ook nog stairs doen. Als jij hier stairs hebt. Ja. En dan zo. Oh, nee. Allemaal verschillende vormen. Ik snap het niet helemaal. Oh, nou ben ik mijn stairs kwijt. Volgens mij heb ik die aan jou gegeven. Ik denk dat ze ergens liggen. Huh? Oh, ik heb ze in mijn hand. Dat is in mijn het. Andere hand. Hoe werkt dit? Hier, wacht. Kijk. Doe jij misschien de andere kant? Dan doe ik jou na. Ja, ik heb alleen maar één ster. Dus ik kan niet een afdak bouwen. Het is een heel klein afdakje. Nee, ja, we kunnen sowieso de zijkant dicht doen. Maar wat ik dacht, als je ze zeg maar zo ernaast doet... Ja? Is dat je dan aan deze kant ze zo doet. Dus dan krijg je aan de binnenkant ook een aflopend... effect. Zie je dat? Oh, cool. Ja, dat moeten we hebben. Dat is leuk, toch? Ja, dat is zeker leuk. Maar anders kunnen we sowieso nog eventjes nadenken over hoe we dit precies gaan doen. Want het is nu net dag. Dus ik weet niet of het handig is om misschien aan Bob even te vragen of hij thuis is, überhaupt. Mm-hmm. En of hij ons kan helpen met de netherportal. Oh, dat is tof. Is een goed idee? Ja, laten we het doen. Top, dan gaan we eventjes naar hem toe. Oh, wat ik me trouwens bedenk. We moeten eerst misschien even de portal neerzetten. Dan weet hij überhaupt waar het komt. Dat vind ik een hele goeie. Want ik heb obsidian. Heb je obsidian? Lieve, ik ben hartstikke voorbereid. Maar voldoende ook? Ja, natuurlijk! Natuurlijk. Ik heb alleen geen flint en steel. Ik ook niet, maar ik heb hier maken. Flint. Het zo. Is trouwens echt een puinhoop. Ah ja, overal. Oh, ja, we mogen nog die wens doen, hè? We hadden een wens vrijgespeeld bij de geest. Ja, en ik denk echt dat we voor een mooie chest room moeten gaan. Want dit is echt ellende. Het is wel echt verschrikkelijk, hè? Ik kan echt niks vinden ook. Nou, ik heb wel een flint en een steel gemaakt. Dus daar kunnen we eventjes mooi wat mee bouwen. Ja, waar zullen we het doen? Ik denk gewoon hiervoor, toch? Dat we... Ik denk wel dat het vet is dat, zeg maar, Bob zijn kasteel middenplek wordt van het dorp. En dan hebben we hier de diertjes... Ja. Daar de potion, daarbij en dan ja, hier ergens. Hoe groot moet het worden, denk je, zo'n portal? Nou, Bob kan hem altijd zelf nog groter maken. Ik zet gewoon een simpel ding neer dat we weten van oké, hier moet hij ongeveer komen. En ik kan hem zelf nog even verplaatsen. Dus ik denk gewoon hier. Is dit een goede plek? Ja, ik denk wel dat het een mooie plek is. Dan is dit de portalhoek. Ja, dan hebben we ook dat als er beesten uitkomen, dan wordt die meteen door de... Ja. Precies. Ja, soms komen die big men mee, hè? Ja, daarom. Oh, je maakt hem groot. Zo. Top. Mooi, toch? Yes. Doe ik hem in. Zo. En dan... Oh. Oh, dat is een vet effect zo. Ook dat blauwe. Heel sick. Nou, zullen we lekker naar Bob toe gaan? Vragen of hij er iets mee kan? Ja, laten we het vragen. Even Bob. Kijken. Nou ja, die zal niet ver weg zijn. Bob. Bobby! Ja, Jeb zit nog op de taart. Mijn taart! Mijn taart! Hallo. Misschien is hij aan de bar. Zijn er al drankjes? Nee, er zijn nog geen drankjes.
Nee, volgens mij heeft hij... Is hij eigenlijk alleen maar bezig geweest met zijn eigen huisje. Oh ja, dat is waar. Ja. Hij was nog bezig binnen. Oh, er staan ook nog wat scaffolding dingen. Nou ja, dan is hij daar misschien... Hey, dat is hij. Oh, hij is aan het bakken. Aan het bakken? Bof. Oh. Ben je aardig wat je aan het bakken? Ze liggen overal. Je moet wel een beetje oppassen, Bob. Met, de stonden. Echt. Er ligt zelfs een onder het tafeltje daar. Maar ja, we hadden een vraagje. We zijn bezig met de Nether Portal. Tenminste, die hebben we al geplaatst. Alleen, wij kunnen natuurlijk niet heel goed bouwen. Zou jij voor ons die portal kunnen pimpen? Een Nurtleportal? Ja, een Purtle. Een Nurtleportal, inderdaad. Ja. Dat zou wel heel tof zijn. We kunnen hem alvast even laten zien. Ja, dan weet je ook meteen waar de Nurtleportal staat. hij is niet... Ja. Hij is niet heel ver weg. Ik heb hem gewoon hiervoor neergezet. Ik denk ook wel dat jij hem liever wat mooier hebt, Bob. Dat hij ook mooier bij het kasteel staat in plaats van... Ja, misschien dat je iets een beetje kan gebruiken van de stijl die je bij het kasteel ook hebt gebruikt. Ik weet niet of jij er iets mee zou kunnen qua design. Natuurlijk! Deze portal is niet zo mooi zo. Nee, hè? Nee. Nou, zo hebben wij hem ook natuurlijk niet bedacht. Maar dat is top om te horen. Ik denk dat het dan misschien handig is dat wij op pad gaan. Of tenminste, we moeten eventjes onze spullen pakken überhaupt om de Nether in te gaan. Oeh, daar heb ik wel echt zin in. Ja, en dat jij misschien ondertussen werkt aan de portal. Oké, veel succes in de Nurter. Dankjewel, Bob. Dankjewel, Bob. We gaan eerst nog eventjes onze spulletjes pakken. Dus start lekker. En dan, dan pakken wij even spullen voor de Nurter portal. Jij succes met het bouwen. Ja, inderdaad. Durg, Bob. Even kijken. Ik ga wat... wat hebben we nodig voor de Nurtleportal? Nou, wat is dit ook alweer? Dat is gewoon netherite. Ja, toch? Ja. Ancient debris. Hoeveel kun je daarvan maken? Volgens mij moet je dat kapot maken, zit ik eigenlijk te denken. Maar laten we dat anders gewoon hier liggen. Want we kunnen altijd... Wanneer we dan meer spullen hebben, dat allemaal eventjes ombouwen. Ja. Sowieso de Totem of Undying hebben we nodig. Zo. Shield haal ik bij de hand. Hebben we eieren nodig? Nee, niet per se. Voor een taartje voor Jeb? Nou, daar zegt Jeb nooit nee tegen. Precies. Ik ga nog wel even een kist maken. Wat kom je allemaal tegen? Oh, een bucket met water. Altijd handig. Dat is altijd handig voor de magma. Hier, wil je er eentje? Ja. Dank u. Ik zou ook nog heel graag een nieuw setje schoenen willen, want die zijn bijna kapot. Nou, als je die maakt, dan kunnen we denk ik daarna gaan. Heb jij diamonds? Oh, ik heb hier diamonds. De camera's laat ik wel even hier, want er is niet echt iets raars gebeurd. Ik heb eten. Emeralds laat ik hier. Ik ben er denk ik klaar voor. Ik denk ik ook. Oh, ik laat trouwens wel nog de mourning machines hier. Want die hebben niet per se nodig. Ja, ik heb er nodig. Nog maar twee. Oh ja, dan moet ik nog aan Bob vragen. Ja, maar met al die lava en zo is dat ook niet handig. En ik heb hier ook heel veel diamonds. Die moet ik eigenlijk ook hier laten. Schatie? Ja? Wat is er? Kijk eens buiten. Wow, Bob. Hoe sick is deze beeld? What? Hoe dan? Wauw. Wat vet. Jeez, Bob. Wat heeft hij dat snel gedaan? Ja, altijd met Bob, hè. Altijd met Bob. Ik weet niet. Ik denk dat hij weer thuis verder is gegaan. Dat hij iets van, oh ja, oké, ik ben hier klaar. Dus ik ga even door. Wat een man. Wauw, dit is cool. Dit ziet er heel sick uit. De Bob Nether build. Ook gewoon helemaal in kleurthema, hè. Ja. Heel erg sick. Dames en heren, wij gaan volgende aflevering de Nurtleportal in. Vergeet niet woudshop.nl te checken voor de tofste merch. En wij zien jullie volgende keer weer. Tot dan, mensen. Doei doei. Ciao.